Is dat Wienerbal nog steeds populair? Ja, dat is natuurlijk populair. Kijk, je ziet de beelden of je hebt de beelden gezien hoe jonge mensen toch in een hele mooie, stijlvolle omgeving ook laten zien wat ze kunnen. En ik kan je verzekeren, als dit bal om 12 uur zo ongeveer ten einde is, dan duikt dit hele spul de disco in. In datzelfde dat grand Hotel Huis Ja. En dan komen ze s morgens om 6 uur weer tevoorschijn bij het ontbijt en dan kom ik ze weer tegen. Ah, dus, dus eerst een beetje walsen, zolang, zolang papi en mama erbij zijn? Ja. En daarna, daarna aan de dik zo. Ja, je laat natuurlijk toch eventjes zien, eigenlijk de hele oude traditie. Hè? In Wenen bestaat dit al zo lang. Daar heb je het schoorsteenvegersbal, het bakkersbal, het slagersbal, het juristenbal. Niemand wil het niet in Wenen. Nou, in Nederland doen we al die groepen bij elkaar. Dus je kunt daar een schoorsteenvegersbal bij denken. Je kunt een adellijk bal erbij denken. Maar dat is toch het mooiste wat je ziet. Aan je ouders laten zien dat je dit ook kunt. Ja. Hallo. Ik ben Frits Hoefnagel. Vond jij de video nou ook zo leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op ons YouTube-kanaal. Doe hoor! Heb ik nou al gedaan?